Hey allemaal, ik heb vandaag een winteravondroutine video voor jullie. Ik moet zeggen dat ik deze meestal niet zo leuk vind om op te nemen, omdat bijna de hele video dan in het donker opgenomen wordt. Dus om hem een beetje op te leuken, heb ik verschillende avonden afgelopen week gefilmd tijdens verschillende activiteiten. Mijn avonden zien er namelijk zeker niet 7 dagen in de week hetzelfde uit. Op maandagavond heb ik springles met Nacho, op dinsdag heb ik schaatsles. Woensdag had ik deze maanden vaak skiles en donderdag tot en met zondag variëren van gewoon lekker niks doen en series kijken, met vrienden afspreken, tot werken. En ik moet zeggen, het is meestal het laatste als ik alleen thuis ben. Als Sjoerd er ook is, dan doen we meestal chillen of Netflix of Videoland kijken. Maar omdat ik natuurlijk voor mezelf werk en mijn eigen tijd kan indelen, ben ik liever in de winter overdag buiten bezig om iets met de paarden te doen, de klusjes, filmen, naar afspraken gaan of boodschappen te doen. Dus overdag probeer ik meer buitenshuisdingen te ondernemen. Zo ging ik op zaterdag eerst sporten. Daarna de hele middag op de vereniging die springwedstrijd had helpen als parcourshulp. En daarna door naar Nacho, aangezien zijn stal op de route ligt om nog even te gaan rijden. Normaal ben ik echt een ochtend/overdag ruiter. Maar bij een paard op pension kom ik liever 's avonds, omdat hij overdag al op de wei, paddock of stapmolen komt. Dan ben ik er 's avonds om hem nog eens extra zijn stal uit te halen en beweging te geven. Van deze training heb ik een reel gemaakt voor op Instagram. Dus mocht je willen weten wat we hier doen en waarom, raad ik je aan om die even te gaan kijken. De rest van die avond heb ik vooral gestruggeld om die reel te maken. Want Instagram liep steeds vast. En ik ben denk wel 3 uur bij elkaar bezig geweest om vervolgens pas te gaan slapen om 1:30 of zo. Vraag me niet wat ik doe in die tussentijd. Maar het komt helaas tegenwoordig meer voor dat ik na 1 uur ga slapen dan dat ik ervoor ga slapen. Mijn ritme is gewoon een beetje lastig nu na vlogmas, Sjoerd weg en met het depressieve weer buiten. Anyway, op zondag had ik lekker uitgeslapen, deed ik overdag dan weer eerste klusjes en ging ik op buitenrit met Marley. Die voelt zich namelijk weer helemaal fris en fruitig. Noek was zaterdag met hem op buitenrit geweest, maar deed voor de zekerheid een kort rondje omdat hij net een maand had stilgestaan door die kneuzing in zijn hoef. En daarna ging het vriezen. Mar was bij haar erg spicy en we konden gelukkig zeggen dat hij weer helemaal zichzelf goed voelde. Dus vandaag nam ik hem mee voor een wat langer buitenritje om die opgekropte energie er lekker uit te rijden. Het was weer heerlijk oud en vertrouwd, maar toch altijd eventjes wennen, want ik voel me altijd een soort ponypletter als ik opstap. Omdat ik Nacho met zijn 1,70 meter natuurlijk nu gewend ben. I once felt I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. Some closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Riding on the dizzying heights. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Heel brave jongen. Super braaf van jij. Lekker hè? Lekker met z'n tweetjes op pad. Na de rit zet ik Marley dan terug. Check of ze voor de komende paar uur nog eten hebben. En ga dan lekker naar binnen. Op maandagavond had ik springles met Nacho. Ik dacht dat het wel leuk was als ik die beelden ook even zou toevoegen in deze video om hem ook wat meer invulling te geven. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it.
Zo, vanaf hier begint eigenlijk de echte avondroutine pas. Het is nu rond 4:30, dus nog niet tijd om te eten, maar uiteraard wel hongerig. Dus dan kijk ik even in de koelkast wat die te bieden heeft. Wat op het moment niet zoveel is, want ik ben even de restjes aan het opeten, dus roeien we met de riemen die we hebben. Op het menu staat een geroosterde boterham met kaas en augurk en stukjes paprika en komkommer om te dippen in pikante hummus. Een van mijn favoriete snackjes. Vervolgens schuif ik achter de laptop om te zaakjes beginnen met werken, want heel vaak doe ik dat natuurlijk ook wel overdag. Dat kan zijn het editen van video's, mails beantwoorden, bestellingen uit de webshop checken, script schrijven zoals ik hier aan het doen ben om te voorkomen dat ik de helft vergeet en het een absoluut onsamenhangend verhaal wordt. Werken aan de nieuwe cursussen en nou, noem het maar gewoon op. Het hangt er echt volledig vanaf wat ik moet doen, hoe laat ik dan klaar ben. Soms werk ik 2 uurtjes en ga dan lekker koken om dan daarna nog door te gaan. Soms heb ik natuurlijk heb ik al overdag gewerkt. Soms werk ik door tot 11:00 s'avonds of zelfs misschien soms later. En ga dan daartussen ergens beslissen of ik nog zin heb om te koken of gewoon even iets simpels maak. Maar vandaag ging ik een vlog in elkaar zetten om te kijken of ik al genoeg had. En daarna heb ik nog wat reels gemaakt omdat ik zwaar foto's tekort kom door het slechte weer. Qua avondeten hebben wij al denk ik 5 jaar HelloFresh nu. Nog steeds erg fan, nog steeds niet gesponsord. Dus vandaag maak ik dit gerecht. En als het lukt probeer ik voor 2 personen in 1 keer alles zelf op te eten. Zodat ik een hoop calorieën kan binnenkrijgen. Omdat ik natuurlijk ook heel veel sport en echt moet gaan aankomen. En lukt dat niet, omdat het natuurlijk eigenlijk gewoon voor 2 personen is. Dan doe ik het gewoon in een bakje en dan bewaar ik het voor de volgende dag als lunch. Of eventueel weer als avondeten. Ergens tussen 9 en 12, wat vandaag om 11:00 was, ga ik nog even bij de paarden langs om de laatste check te doen. Ik wist toen ik vanmiddag ging uitmessen dat ze niet genoeg hooi meer hadden voor de nacht. Het ging toen precies regenen en 's avonds zou het droog zijn, dus ik dacht dan doe ik het vanavond wel. Ik kleed me goed en warm aan, ga eerst eventjes bij de kippen checken of iedereen wel binnen zit en sluit dan het hekje van de ren. Dat doe ik expres zodat ik ze 's ochtends ook nog kan zien en ze daarna pas in de tuin kan laten. Nou, dan doe ik dus eerst mijn hoofdlampje op. Die heb ik dus sinds een paar weken en het is echt fantastisch. Dit hoofdlampje kan je ook kantelen, waardoor het ideaal is ook met uitmesten. Ik check eventjes de paarden en zoals je ziet heeft het geregend en ik probeer ze ook niet in hun gezicht te schijnen. En dan kijk ik dus hoeveel hooi ze nog hebben. Die ene was dus leeg en bij die andere zat er nog wat in en daar had ik het net alvast omhoog gezet,
zodat ze er iets beter bij konden. Dus ik had voor nu alleen even een baaltje in de inloopstal gevuld, zodat ze toch op twee verschillende plekken ook konden gaan eten. En dan vul ik de rest morgen wel weer. Als ik een drukke dag heb gehad en een beetje achterloop met mesten, dan kan ik dus dankzij dat hoofdlampje en mijn skipak nu ook gewoon 's avonds uitmesten. Dit probeer ik natuurlijk niet om 11 uur 's avonds te doen, maar gewoon ergens tussen 6 en 9 à 10 of zo. En dat werkt ook echt helemaal top, dus daar ben ik echt wel blij mee. Eenmaal binnen begin ik even met eerst wat opruimen, dus de keuken lekker opruimen. Hoewel ik soort bekend sta in mijn familie dat ik juist meer een rommelkont ben. Als ik alleen thuis ben, dan zorg ik echt dat alles opgeruimd en schoon is. Dus dat probeer ik er zo lang mogelijk in te houden. En daarna ga ik me klaarmaken voor bed en dat betekent dat de katten naar buiten moeten. Gelukkig weet Pip meestal wel hoe laat het is als ik haar 's avonds begin te aaien en wacht ik een beetje totdat ze zelf gaat opstaan en wegloopt. En dan weet ze gewoon hoe laat het is en dan gaat ze zelf naar de deur toe. Dan doe ik alles op slot en ik doe natuurlijk ook het licht uit om vervolgens naar de badkamer te gaan. In de badkamer zet ik heel vaak weer een filmpje op. Die zet ik dan gewoon naast me neer. En dan doe ik eerst mijn make-up eraf halen. En dan ga ik natuurlijk met de image producten mijn skincare routine doen. Dus lekker mijn gezicht helemaal schoonmaken, zodat ik helemaal fris en fruitig mijn bedje in kan. Alles lekker eraf spoelen. En als laatste natuurlijk ook nog mijn tanden poetsen. Vervolgens ga ik naar de slaapkamer en doe ik eerst het licht aan. Alleen we hebben daar nog steeds geen goede functionerende lamp. Dus het duurt heel lang voordat die een beetje goed licht geeft. Dus ik doe ook gelijk mijn nachtkastje lampje aan en ik doe het raam dicht. Want het is natuurlijk goed om frisse lucht in je slaapkamer te hebben. Maar met de temperaturen en het moment buiten, dat slaat helemaal nergens op. Dus dan doe ik hem gewoon lekker dicht. Ik doe vaak even mijn badjas aan, omdat het gewoon mega koud is in deze kamer op het moment en ik nog wat dingetjes moet doen. Zo leg ik mijn kleding voor de volgende dag alvast klaar, want dat scheelt me heel veel tijd in de ochtend. En ik leg de sprei uit, omdat ik gewoon 26 lagen kleding en dekbedden nodig heb om nog een beetje warm te kunnen blijven 's nachts. En als we dan toch aangekomen zijn bij het bed, heb ik gelijk even de sponsor voor jullie. Ik kom jullie even wat vertellen over mijn nieuwe bed. Het is namelijk een bed van Emma Sleep. En ik denk dat heel veel van jullie dit merk al kennen, want heel veel meer YouTubers worden erdoor gesponsord. Of misschien ken je iemand anders of het ergens anders voorbij zien komen. Maar zij vroegen... echt al een paar maanden geleden vroegen ze aan mij, mag ik je een bed opsturen? Dus ik dacht, prima, kom maar door. Natuurlijk wel onder een aantal voorwaarden die ik zelf ook had. Want wij zochten echt al 2-3 jaar of zo een nieuw bed. Alleen een nieuw bed kan best wel prijzig zijn. En zeker met hoe wij hem wilden. En eerlijk is eerlijk, als je in een verbouwing zit en je hebt paarden en zo, dan denk je, ja, dat geld kan ik echt beter ergens anders aan uitgeven. Alleen toen hoorde ik een keer Monica tijdens de podcast van Geus en Gorgels, ook echt al een hele lange tijd geleden, ook zeggen over je bed, daar spend je toch ongeveer 1/3 van je dag spend je daarin. Een dag duurt 24 uur en nou, hopelijk kan je minimaal 8 uur slaap op een dag kunnen krijgen. Dus dat is 1/3 van je dag spend je gewoon in je bed. En hoe jij slaapt, dat hangt vaak af van je mentale gezondheid, ook een stukje fysieke gezondheid. Dus hoe belangrijk is een goed bed eigenlijk? En het vorige bed dat wij hadden, dat heb ik letterlijk gekocht op Marktplaats toen ik uit huis ging. Dus toen was ik 19 volgens mij. Dus dat bed was al tweedehands. Was al wel echt een beetje dat je denkt, oké, het ziet er nog wel oké uit. Maar je ziet wel dat het echt tweedehands is. Daar hebben wij dus 8 jaar mee gedaan. En dat matras hebben wij volgens mij een keer vervangen, want het was heel hard. En een half jaar geleden hebben we daar eindelijk toen een topper voor gekocht. Omdat ik kreeg zoveel last van mijn rug. Ik sliep zo slecht. En wat ik zeg, dan denk je, ja, dan kopen we wel een keer een nieuw bed. Maar dat deed je dan weer niet. Maar hoe belangrijk is je slaap eigenlijk? Dus toen vroeg Emma, mogen we je een bed opsturen? Toen dacht ik, tuurlijk mag je me een bed opsturen. Dus dat is dit bed. Deze hebben wij sinds half november nu. En ik dacht, ik wil hem wel even een tijdje uittesten voordat ik het natuurlijk ga delen met mijn volgers. En mega tevreden, kan niet anders zeggen. En dat is niet omdat het een samenwerking is dat ik dat natuurlijk zeg. Want als ik er niet tevreden over was, dan hoefde ik het ook niet te doen. En hoefde ik het ook niet te vertellen. Maar ja, ik gun iedereen gewoon een fijne nachtrust. En natuurlijk doe ik afgelopen 2-3 maanden wel meerdere dingen voor mijn gezondheid. Zoals veel minder suiker eten, weer meer sporten en zo. Maar iets wat echt al heel veel beter gaat in dit bed is mijn rugklachten. Vooral eigenlijk mijn schouderklachten. Kijk, die nekklachten die heb ik al zo lang. Die zijn ook zeker verminderd de afgelopen tijd. Maar daarvan weet ik niet helemaal goed of het ook door het bed komt. Maar mijn rugklachten zijn echt
ja, vooral mijn schouder. Hier had ik echt heel veel pijn altijd. Echt zoveel behandelingen ook voor gehad. Die zijn eigenlijk weg. Sinds we dit bed hebben. Dus dat is echt super fijn. We slapen heel fijn, zowel Sjoerd als ik. Want ik weeg niet zo heel veel. En Sjoerd weegt natuurlijk een stuk meer, omdat hij erg lang is. En eigenlijk slapen we allebei heel erg goed op dit bed. Dus dat is natuurlijk echt mega fijn en heel erg belangrijk. Dus laat me eventjes vertellen met wat ik hier precies allemaal heb liggen. En hiernaast nog. En dat je een beetje het full package hebt van dit bed. Er schijnt echt ziek licht hier naar binnen van het zonnetje wat heerlijk buiten schijnt. Maar als het goed is, zien jullie het best wel goed. We hebben dus een boxspring. Die bestaat uit twee losse onderdelen. Daar liggen ook twee aparte matrassen op. En die bestaat ook weer uit allerlei lagen. Ik weet nergens van de exacte namen. Ik zal in de beschrijving hieronder alle producten eventjes linken. Dus we hebben het normale matras. Maar ik zou je wel altijd aanraden om dus nog een topper op te doen. Sowieso, zodat je die spleet in het midden eigenlijk weer helemaal flat kan maken. Wel fijn als je natuurlijk met je partner in één bed slaapt. Maar die combinatie van een normaal matras en een topper, die blijft toch in mijn mening het beste. Want dan kan je gewoon een goed matras kiezen. En dan kan je de topper een beetje beslissen. Van oké, ik vind het matras net iets te hard. Neem net even iets zachtere topper of andersom, hoe je het ook wil. Dus die topper die is helemaal niet zo heel dik. Maar deze is echt heerlijk. Nu hebben wij met een reden voor dit bed gekozen. En dat is, ook zie dat hier een stukje uitsteekt, dat je dus storage ruimte erin hebt. Dus je kan hem omhoog doen. En dan heb je hier best wel veel ruimte om dus nog dingen in op te bergen. En wij komen, omdat het natuurlijk nog steeds in verbouwing zit, gewoon heel veel ruimte tekort om dingen in op te bergen. Dus we gooien het gewoon maar ergens neer. En we hebben dus nu gewoon de overige dekbedden en kussens die we hebben van het vorige bed dus nog. En hier allerlei hoeslakens en dekbed overtrekken en zo. En er past echt nog zoveel meer hierin. En aan mijn kant hebben we niet eens dingen in de opbergruimte zitten, omdat we het nog niet echt nodig hebben gehad. Maar dit is eigenlijk de reden dat ik dit bed heb uitgekozen, want ik wilde heel graag dus opbergruimte hebben. En ik vind dit systeem wel heel handig, want we hebben hier gewoon niet zoveel ruimte tussen de muur en het bed. Er zijn namelijk ook andere bedden met storage space die met een laadje gaan of met een klep of zo, maar daar is hier gewoon niet zoveel ruimte voor. Dus voor ons werkt het eigenlijk wel heel erg handig dat je het bed zo omhoog doet. En kijk, als je hem dan weer zo terug doet, dan zie je wel dat hij hier een beetje opgeschoven is. Maar goed, dan geef je hem gewoon even zo'n dingetje. Nou, en dan zit het allemaal gewoon weer goed. Ik zal dus even snel de producten doorlopen met wat ik hier allemaal heb. En alles dus linken ook in de beschrijving. Nou, we beginnen natuurlijk met het Emma Deluxe Storage Boxspring. Die van ons is 160x200, omdat groter eigenlijk gewoon bijna niet past. Want daar hebben we heel veel loopruimte, heel weinig loopruimte aan de zijkant over. We hebben hem in de kleur lichtgrijs en het hoofdbord elegant. En dan kan je dus daarbij ook nog je topper kiezen. Dan kan je uit twee kiezen. Uit de Emma Flip Topper of de Emma Diamond Degree Topper. En wij hebben gewoon voor de Emma Flip Topper gekozen. Om de matrassen gaat een matrasbeschermer van ook dus 160x200. En zowel Sjoerd als ik hebben dus zo'n Air Grid kussen. Dat is een heel bijzonder speciaal kussen. En hij ligt inderdaad heel erg lekker. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dan doe ik nog eerst, omdat het winter is, mijn elektrische dekentje. Om vervolgens daar mijn verzwaringsdeken op te gaan leggen. En die is echt fantastisch. En om af te sluiten hebben wij het vier seizoenen dekbed. Omdat hij dus twee lagen heeft, is hij voor vier seizoenen. In de zomer zou je natuurlijk één laag kunnen weghalen en dan is het meer een zomerdekbed. Maar voor nu is hij wel heerlijk lekker dik zo. Normaal gesproken zou ik natuurlijk het bed opmaken als er ook hoeslakens en zo dekbed overtrekken omheen zitten. Maar goed, ik dacht ik laat jullie even zien hoe de producten er allemaal uitzien. Kussens slapen dus echt heerlijk. En dat kan ik zeggen vanuit iemand met nekproblemen, dat deze echt top werken. Dit dekbed is echt heerlijk. Zeker omdat je dus nu 2-in-1 hebt. Het is zo lekker zacht en zo luchtig tegelijkertijd. En ja, Sjoerd die zei echt dat hij er mega aan moest wennen. Want we hadden altijd gewoon een enkele die ook al weet ik voor hoeveel jaar oud was. En hij heeft de eerste dagen zeker even daar minder door geslapen. Omdat hij dit gewoon niet gewend was. Maar toen hij het eenmaal gewend was, zei hij van wow, dit slaapt zoveel lekkerder dan wat we voorheen hadden. Soms moet je er ook eventjes aan wennen. En ik heb dus nog dat verzwaringsteken eronder liggen. En dat is, ik heb eerst zelf eentje een paar jaar geleden gekocht. Die vond ik ook top. Maar die was wat klein. Deze is een stuk groter en dat is ook echt heel erg fijn. En verzwaringsdekens raad ik sowieso iedereen aan die slecht slaapt. Want dat heeft mijn slaap zoveel verbeterd. En elke keer als ik nu buitenshuis slaap en die verzwaringsdeken niet bij me heb, dan denk ik ook weer van, oh,
had ik hem maar meegenomen. Want dan slaap ik echt een heel stuk slechter. Ik zal eens even alle linkjes in de beschrijving plaatsen. En dan gaan we weer door met de video. Er is een tijd geweest dat ik mijn telefoon meteen aan de andere kant van de slaapkamer legde. Zodra ik binnenkwam. Zodat ik niet nog in bed ging scrollen. Maar als ik alleen thuis ben, dan vind ik het wel echt heerlijk om nog eventjes lekker warm in bed. 'S Avonds, maar in de ochtend ook, dat nog even te doen. Dus ik check nog even alle apps, kijk een YouTube filmpje, praat nog even met Sjoerd. En stel dan de wekker in voor de volgende dag. Als het niet te laat is, lees ik nog even een hoofdstuk in een boek op mijn e-reader. En als ik daar klaar mee ben, dan gaat natuurlijk het licht uit. Hopelijk vonden jullie het leuk om deze avondroutine te zien. Ik heb mijn best gedaan om hem wat langer te maken en ben verder heel benieuwd naar jullie avondroutines. Hoe zien jullie avonden eruit verdeeld over de week? Laat het me weten en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!